lieve vrienden, we zijn weer thuis. In de aula, ja, was het even wel emotioneel, ondanks dat ik daar alleen nog was. Dat deed me toch wel eventjes iets meer dan ik had verwacht. Maar ja, het is nooit leuk, hè? Nee, echt niet. We zijn naar de action geweest. Op een gegeven moment zei mijn camera ook van, je doet het zomaar. Toen heb ik een nieuwe batterijen gedaan. Toen dat ik bijna thuis was, zag ik wat moois. En dat heb ik even mijn GoPro uitgedaan. Uit zijn huisje gehaald. En weer aangedaan. En toen heb ik met mijn GoPro even dat het filmen geweest. En ja, dat gedeelte, dat laat ik dus, jullie dus ook zien. Dat is echt heel mooi. Dat is straatpainten met acrylverf, weet ik veel wat er wordt zeiden. Maar in ieder geval, het is wel blijvend. Het gaat er niet af. En dat is echt heel mooi. En hij doet het, het is een Engelsman, hij sprak tenminste Engels. En wat er op de stoep te zien is daar, dat zie je eigenlijk vanuit het water vanaf, ja. Dat probeert hij na te bootsen. Dus ik ben benieuwd, zondag zal het al zijn. Dan neem ik deze camera ook mee. En dan gaan we er weer eventjes naartoe. Dus ja, het wordt een druk weekend. Zaterdag gaan we motors kijken. Dat is bij Chrissy in de tuin waar ze werkt. Daar zijn dan ook allemaal motoren, et cetera. Dus daar gaan we zaterdag naartoe. Morgen nog een rustdag. Enkel, ja, morgen is Astrid er hier en die eet dan ook weer hier. En voor de rest zullen we het wel beleven. Ja, ja. Hé, wijfie. Ja, nou. Wordt een dikkie, hè. Ja. Dus ja, dat... ik zal mijn spullen opruimen. Ik had een waardebon gekregen voor mijn verjaardag van de Action. Ik heb een nieuwe rubberen bezem. Ja, ja. Ik heb... hier is de steel. Dus ja. Die moest ik ook hebben weer natuurlijk. Want ja, die andere steel die was kapot gegaan. Nou, waarom wil dat nou niet? Zo blijven. En daar is het in de tasje. Ja, dat moet ik er even uithalen. Oh, het is wat... Oh ja, dit is die bezem. Kijk, die rubberen bezem. Nou, dan komt die steel in. En wat had ik nog meer? Nog wat. Oh ja, parfum. Parfum. En wat ik leuk vind. Hup, die is breekbaar. Hup, tasje eraf. Een zeeppompje. Dan hoef ik het niet in die flesjes te houden wat ik zo armoedig vind. Dat vind ik een armoedig gezicht. Ik heb het nou van Unicura gewoon in de fles gelaten omdat ik dat niet had. Nou, en ik vind dat leuker. Ja, toch? Maar ja. Ik weet niet hoeveel er nog in zit, want je hoort het niet. Ja, hoor het. Dus dat vind ik ook wat mooier staan. Dus dat gaan we lekker veranderen. Ja. Denk ik, is ook leuk. Nou, ik ga een bakje koffie maken. En ik ga even van de rust genieten. Eventjes het zat. Zeggen, lieve vrienden, tot later.